Goedemiddag. Het is nu donderdag. En ik ben eigenlijk de hele ochtend al bezig geweest. Maar mijn camera was leeg, dus die moest ik even opladen. Ik ben bezig geweest met het huishouden, zeg maar, met de was. Ik heb alles een beetje opgeruimd. Het ruikt hier ook super fris naar was. Kijk, want ik heb het hier neergezet omdat ik de verwarming aan heb gedaan. Of nou ja, Bjorn. Ik kwam deze tegen. En deze. En er zitten allemaal posters in, allemaal verschillende. Kijk. En deze zijn zeg maar van de Action. En wat ik hier eigenlijk mee wil doen, is ze in de wc hangen. Nou, wij zijn klaar. Bjorn is thuis, heeft zich klaargemaakt. En nu gaan wij naar het theater toe. Met mijn ouders en mijn zusje en mijn broertje. En dat wordt denk ik, ik weet niet, zo'n magische theater was het toch? Zo'n magic show. Ja. Dus we zullen het zien. In 1996.
see, the box is completely empty. And now, a miracle. Zien heb ik een bedje op. En deze is opnieuw. Björn vindt hem echt super lelijk. En ik vind hem wel leuk, denk ik. Het is echt zo'n opa petje. Zo'n opa petje, zeg maar, die had mijn opa ook altijd op. Dus het doet me wel een beetje aan hem denken en dat vind ik wel leuk. Hij valt alleen wel een beetje boven mijn oor, zeg maar. Dus dan zie je soms wel zo'n bobbel, zo'n bul ding. Ik denk dat ik hem wel leuk vind. Ja, ik heb nog meer. Dit heb ik trouwens bij de Action gekocht. En dit was de laatste. Volgens mij had je ook nog andere maten. Maar dit is maat 57 of zo. Geen idee. Maar meer hadden ze niet dus. Daar heb ik deze elastiekjes gekocht. En dit zijn van die... Wat staat hier op? Je zet gewoon haar elastiekjes op. Maar dit is een soort van dat stoffen... Weet ik veel. Rekspul. Zonder zo'n... randje, zeg maar, wat je haar afbreekt. Ik heb hier volgens mij ook een pantenprint van. En die vind ik echt super fijn. Maar ja, ik heb er maar één van. En ik zag deze liggen en ik dacht, ja, dan wil ik deze ook. Deze was alleen nog maar in het bruin. De rest was alleen maar kleurtjes. Anders had ik die in het zwart meegenomen. Maar ja, hij was alleen nog maar in het bruin. En dan heb ik ook dunne elastiekjes. Ook zonder zo'n ijzeren ding. Deze was alleen maar in deze kleuren en er waren nog maar 3 van. En ja, dit past ook beter bij mijn haar. Dus dat is top. Deze heb ik ook meegenomen. Deze kost €1. Deze kost trouwens €2,50. Deze kost ook €1. En dan heb ik nog pleisters meegenomen. Deze. Deze heb ik wat knippen. En van die voorgemaakte pleisters, zeg maar. Omdat ik gewoon... ik heb een blaar op mijn hak. En ik kan niet lopen als er nu geen pleister op zit. En we hadden geen pleisters meer. Dus het is altijd goed om in huis te hebben. En nu ga ik de posters doen. Het eten staat trouwens op. Het is nu 6:30. We moeten nog eten. We zijn dus bij de show geweest. Hebben jullie kunnen zien. Maar ik was even bezig voordat we naar de show gingen met posters.
En ik had ze ook al laten zien vanmiddag. Ik ga er dus een paar in de wc hangen. Dus ik ben even aan het kijken welke ik in de wc wil gaan hangen. Ik bedoel, ik vind deze wel heel leuk. Maar deze is ook wel leuk om gewoon wel in te lijsten. Deze vind ik dan iets minder. Maar ik weet, ja... Op zich heeft hij ook wel weer wat. Maar goed, dan ga ik dus alles even bij langs om te kijken welke ik in de wc wil hangen. En dan zal ik het zo wel even laten zien hoe ik dat... En ik zal nog even laten zien hoe de wc was geworden. Maar ik heb hier allemaal foto's van Bjorn en mij. Wat je op de achtergrond hoort is de wasmachine. Hier zijn allemaal nog lege vakjes tussen. Dus ik wil eigenlijk alles zo dicht tegen elkaar aan. Zodat er nog veel meer foto's op kunnen. En dan heb ik hier alle posters opgehangen. Ik vind hem echt wel heel leuk geworden. En hier nog twee. Maar ik wil eerst maar een paar posters doen. En ik vind het ook wel een beetje druk. Maar ik moet er gewoon even aan wennen. En ja, ik wist niet zo goed wat ik dan met de rest moest doen. En ik vind wel dat het, ja, een beetje zonde anders. En ik zie dat die nog niet echt goed hangt. Nog niet echt recht. Dus ja, dit is nu de wc. Wel lekker druk. Maar dan heb je wel wat te kijken als je op de wc zit. Dus bij deze wil ik dus ook de vlog afsluiten. Vond je dit een leuke vlog? Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer. Doei doei!